Dames en heren, wij kondigen u aan de Drostenfirma. Een bekende naam. En een gewaardeerd product. In een product met de droste kwaliteit en de droste smaak. Wat moet er met de cacaoboom gebeuren voor het eindproduct met recht de naam kan dragen? Droste. Wij zullen het u doen. In Haarlem, aan het Spaarlijk, liggen de grote, moderne drostenfabrieken. Wij beginnen dan onze tocht door de fabriek. Eerst gaan we even kijken naar het lossen van de zakken cacao.
Die zakken gaan naar de zolders van de bovenste verdieping. Er is hier ruimte voor duizenden zakken. De bonen glijden nu door deze trechter naar beneden. En zij komen direct in de reinigingsmachine terecht. In de reinigingsmachine worden kapotte bonen, zand en zakkenvezels door zeefplaten en borstels verwijderd. Op de transportband komen dus alleen gave bonen zonder de geringste verontreiniging. Een transport brengt de bonen in de trechter van een machine waar ze worden verhit. Dat gebeurt om de dop los te maken. De verhitting heeft lang genoeg geduurd. De bonen worden nu uitgespreid in een bak om af te koelen. Door het openduwen van het schuit glijdt een nieuwe voorraad van de trechter in een verwarmde cilinder. Wanneer de bonen voldoende afgekoeld zijn, zorgt de machine dat ze in zakken worden verzameld. Die zakken worden geleegd in de breekmachine. De boom met doppen en al wordt gebroken en een krachtige luchtstroom blaast de doppen weg. De stukjes boom, zonder dop dus nu, worden in dezelfde machine naar grub. De dop werd in de vorige machine al weggeblazen. Deze machine zorgt voor de verwijdering van de kiempjes. En tenslotte houden wij over stukjes zuivere cacaoboom. Die stukjes zuivere cacaoboom worden nu in deze bol gebrand. Een belangrijke controle. Is het goede aroma overgekregen?
voldoende gebrand. Nu laten afkoelen in de koelbak. De gebrande stukjes kakao gaan naar de mol. De kakao bevat ongeveer 55% vet. Door het fijnmalen en de warmte gaat het vet van de cacaobonen smelten en u ziet hier de dik vloeibare cacaomassa uit de machine stromen. Wanneer wij cacaopoeder willen maken, moet een groot gedeelte van het vet, de zogenaamde cacaoboter, verwijderd worden. Dit gebeurt door middel van sterke persen. De uitgeteste cacaoboter stroomt in warm, wordt afgekoeld, stolt en geeft de blokken cacaoboter. Wanneer we straks chocolade gaan maken, hebben wij een gedeelte van deze cacaoboter weer nodig. En in de pers blijft achter een harde, droge koek. Deze koek fijnmalen, uiterst fijnmalen, en we hebben de bekende droste verpleegster cacao. Ten slotte nog de verpakking. Het afwegen gebeurt machinaal. Als de cacao naar de tropen verzonden moet worden, gaat ze direct in de bus met hermetische sluiting. Is ze voor andere streken bestemd? Dan wordt ze eerst in papieren zakjes afgewogen. Geen wonder
dat droste verpleegster Kakko zo'n goede reputatie geniet over de gehele wereld. Want bij de bereiding steeds de allerbeste cacaobonen, zorgvuldige verwijdering van dop en kiem, een vakkundig geleid brandproces, uiterste fijnheid van de cacaopoeder en mechanische, hygiënische verpakking.